energie, wakker worden. Wie ben jij dan weer? En waarom kan jij vliegen? Ik ben de toveraar van Blokburg. En ik heb je veranderd in een zombie. Een zombie? Waarom ben ik dan weer opeens veranderd in een zombie? Jesse, Jesse, doe de deur open. Oh, je deur staat trouwens gewoon open. Alex, we zouden vanuit voetbalplaats gaan waarom kom je zomaar binnen? Dat is een zombie, Alex, jongens. Alex. Pas op allemaal. Alex, ik ben... Oh, dit meen je niet. Zelfs mijn vrienden zijn bang voor je. Toveraar, je moet me nu terug veranderen naar een mens. Want dit is echt niet meer leuk. Dat ga ik alleen doen en jij 24 uur lang op alles ja zegt. Hallo? Toveraar, waar ben je? Toveraar, waarom is de toveraar opeens weg? Ik ben veranderd in een mini kleine zombie en ik moet 24 uur lang op alles ja zeggen. Oh, ik moet dit tegen Alex vertellen. Alleen hoop ik niet dat Alex weer bang voor mij is, want dat gaat nogal een probleempje zijn. Als ik trouwens gewoon 24 uur in mijn bed ga liggen, dan hoef ik helemaal geen ja te zeggen. Maar dat is ook wel een beetje saai. Dacht, ik heb hier een leuk idee. Ik ga gewoon Alex laten schrikken, want Alex is verhuisd in zijn nieuwe huis en hij weet niet dat het hier spookt. Ik heb een echte zombie gezien. Ik dacht dat ik nooit van mijn leven een echte zombie Alex. Alex, ik ben geen zombie. Ik ben het. Ik ben het. Je bent een kleine zombie. Oké, stel maar een vraag. Dan kan ik het bewijzen dat ik het ben, oké? Okay? Dat je wie bent, mijn overgrootoma? Nee, dat weet ik toch niet. Ben je opgestaan uit de dood? Nee, Alex. Oké, kom eens. Nee, dat wil ik niet. Kom eens, je moet me vertrouwen. Ik ben het. Kijk maar, ik kan een dansje doen. La 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 la. Ik ben hier. Dab. Bam. Wow. Ik ben het. Ik wist niet dat zombies het dab kunnen doen. Hartstikke leuk voor je. Eet alsjeblieft niet mijn pot op. Alex, stoppen nu, oké? Okay? Kom, meekomen. Meekomen. We moeten dit tegen Finny vertellen. Ik heb je nog helemaal niet voorgesteld aan Finny. Kom. Finny is ook een goede vriend van mij. Moet ik jou wel vertrouwen? Ik kan mij vertrouwen, anders had ik je toch al lang al aangevallen, Alex. Oké, maar blijf op een afstandje. Ik weet niet wanneer wat jij gaat doen als je honger krijgt. Ja, dat weet ik ook niet. En kijk, ik ben toch geen echte zombie, want het is overdag en echte zombies staan al in de brand. Wanneer heb je voor het laatst gegeten? Nou, eigenlijk nog niet vandaag, want ik ben net wakker geworden. Alleen ik ben wakker. Je wil me meelokken naar een slagerij, zodat je me kan slachten en kan opeten en stukjes kan hakken. Helemaal niet. Alex, en dat vooral je het op een ambachtelijke manier wil doen met een stukje appeltaart ernaast en een koffietje. Nee, als ik echt een zombie zou zijn, dan had ik je nu opgegeten, oké? Okay? Ik ben geen echte zombie, ook al lijk ik wel op een echte zombie en ben ik heel erg klein. Finny, open doen! Open doen! Ik heb zijn sleutel. Finny! Hey, Jesse! Hi, Finny! Hey, man. Ik ben veranderd in een zombie. Ik weet niet of je het ziet. Ja. Je bent hartstikke klein. En wie is dat? Dit is Alex. Hij komt hier ook wonen. Oh, hoi Alex. Hoi Alex. Hoezo zo dicht bij die zombie te staan? Ja. Alex is een beetje bang voor mij. Finny en ik hebben al zoveel meegemaakt. Er gebeuren wel vaker gekke dingen. Dus Finny is het wel gewend dat ik zo gek ben en af en toe een beetje gekke dingen meemaak. Maar waarom ben jij een zombie? Eet Finny dan maar op en niet mij. Nee. Ja, jongens, dat moet ik nog vertellen. In mijn huis stond opeens een of andere toveraar en die heeft mij veranderd in een zombie. En die moet nu 24 uur lang moet ik ja zeggen op alles. En dan pas gaat deze vloek van mij af. Dit is toch niet meer Jesse, leuk. Ja? Ik heb ook zo'n verhaal van vannacht. Bij mij stond er ineens een vliegende geest in de kamer en die zei dat hij al mijn schoenen wou opeten. Hoe zag je eruit? Natuurlijk niet. Dat klinkt toch ongeloofwaardig? Bij mij stond er echt een vliegende toveraar in mijn huis vanmorgen. En die heeft mij veranderd in een zombie. Ik geloof er helemaal niks van. Maar, jongens, ik ben een vriendelijke zombie. Ik moet namelijk 24 uur lang op alles ja zeggen. Dus hebben jullie nog klusjes voor mij? Want ik ga alles doen. Als je een vriendelijke zombie bent, zullen we gamen? Een blauwe bloem dan. Dan moet ik een blauwe bloem gaan... Oh, hier is een blauwe bloem. Sorry, Finny, ik pluk hem even uit je tuin. Dat is mijn blauwe bloem. Mijn antwoord is ja, alsjeblieft. Wat een mooie blauwe bloem. Ben je me nou met me aan het flirten? Nee, ik ben niet met je aan het flirten. Jawel, je bent Finny, aan is raar, hè? Bloemen voor me gehaald. En dat doe je normaal altijd alleen als je met iemand op date gaat. Oh, Alex, je weet dat ik op alles ja moet zeggen. Jongens, ik heb wel nog een klusje voor je als je toch op alles ja moet zeggen. Kan je deze plant even planten in mijn tuin? Ja. Finny, kun je ook mee? Ik heb namelijk nog wel een ideetje. Ja, oké, dat is goed. Dit meen je niet, hè? Alex, ik ga niet persoonlijk alles voor jou doen. Ik ben niet jouw butler opeens geworden, hè? Nee. Niet naast de andere blauwe bloem. Dan eet hij alle voeding van de andere bloem op. Sorry. Ik ga weer hier. Hier? Ik vind het geen mooie plek. Nee, een beetje schaduw, hè? Nee, haal hem daar maar weg. Alex. Zet hem maar. Waar kan hij dat? Misschien hier. Hier zo. Ja, dit is een mooie plek. Nee, maar dan kijk ik uit op een blauwe bloem. Dat vind ik helemaal niet mooi. Nee.
Jesse, ik bedoel hier, niet daar. Alex, ik heb hier toch helemaal geen zin in om alles te doen. Ik weet dat ik een vriendelijke zombie ben, maar ik ben niet een butler zombie. Jesse, je moet je toch wel een beetje gaan bewijzen als jij een aardige zombie wilt zijn. Ja, ik kijk heb maar nog uit. Wel een klusje voor je. Ik eet je ik op, ben namelijk hè? Bezig met mijn verhuizing. Ik heb de straat een beetje afgezet hier zo, maar ik heb nog best wel wat spulletjes in de doos liggen. En eigenlijk had ik een splintertje in mijn hand gekregen van Hofgoed, dus heb ik geen zin meer om de dozen te openen. Kan jij ze openen? Oh, dat ben je niet. Vinnie, ik vind hem nu al vervelend. Zullen we hem gewoon weer wegsturen? Nee, jij moet gewoon alles doen wat hij zegt. Dit ben je niet. Nee, ik mag je nu al. Dit is geweldig. Jesse, nee, ik heb liever dat je begint met deze doos. Deze doos? Wat? Oh, hier zitten allemaal meubels in. Ja, en waar moet alles dan? Ik weet het toch ook nou ja, niet. De brievenbus, die moet waar een brievenbus hoort te staan. Ik denk hier zo. Ja, maar ik ben klein, hè. Hij moet niet zo hoog, want dan kom ik er niet bij. Dus kan je nog nee, hij is hartstikke klein. Ik heb hier de bel. Dit vind ik een mooie plek. Een deurmat met een leuk woordje erop. Iets waardoor mensen zich welkom voelen. Oké. Nee. Hoezo word bang. Niet? Hoezo word je hier bang van? Dit is toch leuk? Dat is hartstikke eng. Welkom. Zo, alsjeblieft. Perfect. Dat is niet hoe je werkt. Jawel. Zo is het allemaal wel. Kom binnen deurbel. In mijn huis, vind je zou deurbel zeggen. Mooi? Hij vindt zijn deurbel mooi hangen. Kijk wie die hangt. Hij heeft het helemaal niet door. Echt een heel Hoi Alex, mooi huis zeg. Wat is er aan de deurbel? Niks. Er is dat niks. Is graag waar ik hem heb hangen. Dan kan ik hem met mijn kleine tenen openen. Kijk maar. Okay, dat is best wel slim. Dat is wel heel slim, ja. Oké, waar wil je dat ik alles neer... Trouwens, ik ga helemaal niks meer doen. Nee. Hoezo niet? Dan moet je het heel lief vragen, want ik moet ja zeggen. Anders boeit het me niet. Ik ga naar huis, doei. Oké, wacht eens even. Jesse. Ja, wat is er? Wil je hier een boekenkast neerzetten? Oh, ja. Graag op deze drie blokjes hier zo, want hier komt ook nog een zijkant bij. Dus vanaf 1, hier... 2, 3. Alsjeblieft. Ja, en dan moet die ook nog omhoog met wat andere boekenkasten er gemixt doorheen. Lege. Nee joh. Deze zo? Op deze manier? Nee, een beetje gemixt. Gemixt? Maar hier kan je toch nog boeken inzetten? Ik weet toch, ik kan toch niks aan doen dat jij helemaal geen boeken hebt? Ja, precies. En dan nog drie boekenkasten erboven. Ik heb nog maar één boekenkast en ik kom er ook helemaal niet bij, want ik ben veel te klein. Geef maar aan mij, dit lijkt nergens op. Alex, ik heb geen boekenkasten meer. Dan had je meer boekenkasten mee moeten nemen met je vuist. Zat er meer in? Ik heb er niet meer. Nou, in dat geval wordt dit de boekenkast. Zat er ook nog randjes bij? Ja, die horen er ook nog bij. Moeten die er... Ik kom daar toch niet bij? Ik ben echt veel te klein om hierbij te komen. Ja, Jesse, je moet iets doen, hè. Misschien dat je iets van een opstapje kan gebruiken. Het is gelukt. Oh ja, misschien moet ik even op de stoel staan. Misschien dat dat slim is om te doen. Dat is heel slim inderdaad. Ja, daarover kan hij echt meer een klepje, denk ik. Ik kan het proberen. Nee. Sorry. Oh, Jesse, dit is ook helemaal niks voor jou. Laat die boekenkast maar zitten, oké? Okay? We hebben een plekje nodig voor de eettafel. Ja. De eettafel, die wou ik eigenlijk hier in de hoek hebben. Nee, niet hier in de hoek. Hier bij het raam. Bij het raam? Vinnie, jij kan me ook helpen, hè? Nee, wij zijn anders toch, doen vandaag. Wij zijn toch vrienden? Oh. Ja, maar ik heb hier echt geen zin in om jou te helpen. Nee, snap ik. Oké, wacht. Ik ben veel te klein. Ik ga de hele tijd onder de tafel liggen, Alex. Waarom laat je mij dit nou weer doen? Oh, dit is toch zo leuk om hem zo te zien lijden. Ja. Maar jongens, jullie kunnen ook gewoon zeggen... Hey Jesse, heb je zin om nu 24 uur lang samen te gamen? Dan kan ik ook ja zeggen en dan gaat ook voor deze gamen vroeg van me. Gesproken trouwens, Jesse. Dat is een hartstikke goed idee. Ja, zullen we gamen? Dat vind ik leuk. Ik heb hier nog een doos met mijn PlayStation en die moet nog ingesteld worden. Dat meen je niet, hè? Kun je mijn PlayStation instellen? Ja, dat kan ik. Ik ga alles wel even meenemen. Ik heb wel graag op mijn slaapkamer, denk ik, hierboven. Dan kan ik lekker vanuit slaapkamer. Mijn bed gamen. Je hebt niet eens een bed. Waarom ga je nee, dat eens komt nog wel. Dat komt nog wel. Maar ik vind het wel een hele mooie plek zo hier zo om een grote tas neer te zetten. Een grote zodat ik daar kan gamen. Zo, mooi. Nee, hij moet wel groter, Jesse. Je snapt er helemaal geen hoedje van. Ja, ik ben een zombie. Ik ben geen bouwmeneer. Dan weet ik toch ook niet. Hier mag nog een kastje staan. Okay. En dan de tv erop. Boom. Ja, zo, en een plek voor de PlayStation. En de PlayStation. Oké, ik weet wel wij gaan gamen, Vinnie. Dit vind ik echt een perfect idee. Kan jij me nu even naar beneden gaan en daar liggen? Oh ja, en een matje neerleggen. Dat is ook een goed idee, inderdaad. Een matje. Zo, een heel mooi matje. Ja, tuurlijk doe ik dat voor jou. Tuurlijk. Dankjewel, Jesse. Dit is echt top. Oké, dan heb ik nog een klusje voor jou. Ja, wat is je andere klusje? Nou ja, ik heb allemaal Halloween-versiering hier erin gedaan. Kan je die ophangen aan de buitenkant van mijn huis? Dan kan ik hem met Vinnie even de PlayStation uittesten. Kom je mee? Ja. Dit ben je niet. Oh, Alex, waar moet ik het laten? Ik weet het toch allemaal niet. Oké, ik hang het gewoon op plekjes, maar ik weet niet waar je dit wil. Oh, ik heb een perfect idee als ik deze hier neerzet. Misschien schrikt Alex hem wel op de nacht.
En de reuzenvork, dan kan je die grote kindnuggets mee eten. Zo, die zet ik hier neer. Ik ben helemaal klaar, jongens. Wat zien jullie aan het spelen? Zien jullie Minecraft aan het spelen? Ja, die mag ik niet zien. Mag ik ook Minecraften? Nee, er kwam een creeper en die had onze hele wereld opgeblazen. Oh, maar jullie kunnen gewoon zeggen, Jesse, wil je meedoen met Minecraft? En dan zeg ik ja, en dan kunnen we Minecraften. Dat is toch een leuk idee, jongens. Oké, ik heb een idee. Ik heb een idee hoe we dat kunnen vragen aan hem. Ja, ja. Jesse, kan je een keuken voor mij in elkaar zetten? Ik heb dorst. Oh, ik ook. Vindy, waarom sta je opeens aan de kant van Alex? Ik lust wel aan een glaasje melk. Wat vind jij een mooie plek voor een keuken, Vindy? Ik bedoel, heb ik hier nog echt hartstikke veel ruimte eigenlijk? Moet ik een keuken bouwen of zo? Moet ik even naar de keuken gaan? Dat is een goede vraag. Misschien hier ergens, in de hoek. Jawel, hè? Hier zo in de hoek misschien, of hier in de hoek. Nee, ik vind het lelijk. Ik vind het een lelijke plek. Ik zou het niet doen. Nee, Jesse, zoek jij anders maar een plek uit voor de keuken. Het zit hier in, even kijken hoor, in deze kist, hier zo. Welke kist in deze kist? Ja, ik zoek wel een hele mooie plek uit. Eens eventjes. Ik denk toch dat hier in de hoek misschien wel de mooiste plek is. Wil je geen keuken boven of een koelkast bij je game setup? Oh, dat is wel een heel cool idee als je hem hier zo maakt tegen de muur. Dan kan je gewoon gamen en dan heb je hier een wc. Kijk, zo. Nee, dat is een wasbak. Een wc, is een wasbak. Nee. Ik dacht dat alles er een beetje anders uitziet als je zo klein bent. Ja, dat kan je ook als wc gebruiken. Kijk. Wat? En dan heb je boven ook nog... Kijk, dit is toch perfect? Dit is toch een mooie keuken, of niet? Vind je dit geen mooie keuken? Wacht, deze haal ik even weg hier. Even jullie niet even pickaxe voor mij, want mijn zombiehandjes zijn niet zo sterk. Ik heb geen pickaxe. Ik kan het wel met je zombiehandjes, toch? Alex, ik heb hem gesloopt. Ik heb je keuken gesloopt. Sorry. Oh, het is wel oké, weet je wel. Sorry. Jesse, als jij even mee kan naar beneden. Ja. We hebben namelijk nog een doos die ik moet openmaken. Ja, ik heb een beetje veel spullen bij me. Heb je nog een doos? Ik heb je toch helemaal geen zin. Deze, er zit mijn bed in. Een bed en een nachtkastje. En weer zo'n pot met een lelijke blauwe bloem. Oh, wacht eens. Het is een hele mooie blauwe bloem. En ik wil natuurlijk wel kunnen gamen als ik wakker word uit mijn bed. Dus waar moet je bed? Ik vind dit een mooie plek. Hier in de hoek. Hier in de hoek is wel een beetje een enge. Ja, doe maar. Ja, ik vind het wel een mooie plek. Ja, maar als je vanuit je bed wilt gamen, moet je er wel recht voor zitten eigenlijk. Ik kan hier mijn nachtkastje staan. Hier zou kunnen. Kijk, hier mijn waterglaasje op kan zetten. Nou, als je hier ligt, dan kan je gamen. Schuin. Dat is perfect. Waar hier wil je nachtkastje? En dan ja. En dan hier zo. En dan je lelijke bloemetje erin. Zo. En dan zou ik graag hier beneden ook nog een mooie blauwe mat willen hebben. Een soort welkomstmat. Beneden ook nog een blauwe mat. Ja, ik hou van blauw. Wist je dat niet? Nee, dat had ik nog niet door. Je hele huis is blauw. Blauw is echt de beste kleur. Ik begin honger te krijgen. Ik ga Alex opeten. Nee, dat mag niet. Sorry. Ik was vergeten. Ik ben vandaag een vriendelijke zombie. Ja, als je echt zo vriendelijk bent, hier, zoek een plekje voor dit schilderij. Moet ik dat ook nog gaan doen? Ja. Ik vind, kijk, en dan hier zo in de hoek. En dan moet je... Oh, ik heb een verkeerd blokje geplaatst. Heb jij een pickaxe voor mij? Oh, mijn god. Heeft even jullie een pickaxe voor mij? Ik doe het met mijn blote vuist. Sorry, ik doe het ook niet expres. Kan je niet die grote vork hier buiten gebruiken? Dat is ook mooi. Grote vork? Kijk, dit is mooi, toch? Ja, kijk. Dat is versiering, die is van plastic, joh. Van plastic? Maar dan kan je hem toch wel gebruiken om dingen mee kapot te slaan? Ik hou wel van dat boek uit. Jesse, het was de bedoeling dat je het buiten neerzet. Het is gelukt. Het was eigenlijk de bedoeling dat je dit pas in de nacht zou zien. Maar dit is op zich ook wel perfect. Je staat in zo'n donker hoek, Jesse. Ik vind het helemaal niet aardig van je. Ik wil graag dat je mijn huis verlaat. Ja, is goed. Owens, Jesse. Ja? Zullen wij lekker bij jou gaan gamen? Gamen? Dat wil ik ook meedoen. Is goed. Ik even deze rommel en Alex een vuistdoos. Kom jongens, eindelijk. Vinny, ik mag jou. Eindelijk gaan we even wat leuks doen. Dit is echt een perfect idee. Ik heb namelijk een nieuwe televisie gekocht, jongens. Deze is echt heel erg... Kijk, hier binnen, mijn nieuwe televisie, met mijn PlayStation 5 en ik heb Minecraft al aangezet. Oh, wauw, Jesse. Aangezien wij de gast zijn, kan jij misschien een glaasje limonade voor ons pakken? Een glaasje limonade? Ja. Oh, ik weet niet of ik dat nog heb, hoor. Limonade. Ik heb groene limonade. Lust jullie groene limonade? Groen. Oh, ja, lekker. Oh, wat is dit nou weer voor iets? Hier, alsjeblieft, hier. Groene limonade. Ik hoef geen groene limonade. Oké, dan neem ik jou wel. Het is beschimmeld. Nee, het is lekker. Hier, zie je? Dat is lekker. Zo. Dat was echt lekker. Ja, ik heb nog wat door. Wacht, Jesse, mag ik anders jouw limonade ook hebben? Ik heb zo'n dorst. Ja, tuurlijk mag jij dat. Oh, dankjewel.
Zullen we gaan gamen, jongens? Ik heb zin om te gamen. Ik heb een idee. Zullen we... Laten we een bouwwedstrijd gaan doen in Minecraft. Ja, dat is een leuk idee. Zullen we dat doen? Jesse, er zijn maar twee controllers bij jou thuis. Zijn er twee controllers? Dan wacht jij toch even. Dan gaan Vinnie en ik eerst bouwen en daarna mag jij bouwen. Dat is een goed idee. Wacht jij maar even. Wij gaan nog even een potje spelen dan eerst. Wacht jij maar even, Jesse. Ja, dat is goed. Ik wacht. Kun je een klein beetje voor de tv weggaan? Ja. Zo leuk! Even weg. Jullie zitten nu op mijn PlayStation te Minecraften. Ik wil ook Minecraft. Ik vind het echt niet meer leuk om een kleine zombie te zijn. En niet pas op een skeleton. Oh ja, kill hem. Ja, ik heb hem. Trouwens, Alex, zullen we bij mij gaan gamen? Oh, dat is wel een leuk idee. Slaapfeestje! Ik kan popcorn halen en chippies halen. Maar Vinnie, jij hebt helemaal geen PlayStation. Dus hoe ga je dat nou doen? Ja, inderdaad. Ik heb geen PlayStation, maar Jesse, mag ik misschien jouw PlayStation hebben? Dat is goed. Dan pak ik die even mee. Oh, ik vind het helemaal niet leuk dat jij mijn PlayStation meeneemt. Dankjewel, Jesse. Ja, morgen Kom, ben ik geen zombie meer. Dan pak ik jullie terug. Ja, doei. Doei. Als zij een slaapfeestje hebben, ga ik maar weer gewoon slapen. En dan hopelijk als ik morgen wakker word, ben ik geen kleine zombie meer. Want ik vind het helemaal niet meer leuk. En dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...